Hier langs deze weg trekken ieder jaar, ik denk wel pakweg zo'n 1500 padden en salamanders en kikkers over. En dat is al heel veel minder geworden, want vroeger waren er dat zeg maar 5, 6 jaar geleden wel 3000. De padden komen hier vanuit het bos, steken ze over hier en dan gaan ze de weg over en dan komen ze hier op het open veld terecht en daarachter ligt de sloot. En in de verte ligt nog een grote poel. En daar gaan ze naartoe voor de paring vanuit de winterslaap. En zo gauw als de paring geweest is, dan gaan ze eigenlijk alweer vlug genoeg terug naar het bos. En daar blijven ze de hele zomer een beetje zitten. Dit jaar is het wel weer vreemd, want het is al heel vroeg warm geweest. Het is al 10 graden geweest 's nachts en regen. Dus dat wil zeggen dat de padden en de kikkers dan al gaan trekken. Dan zetten we hier aan de rechtse kant van de weg, graven we een scherm in met om de 20 meter een emmer in de grond. Die, als de kikkers langs het scherm kruipen, dat ze in die emmer vallen en dan zetten wij ze veilig over naar de overkant. Maar ja, het is eigenlijk nog veel te vroeg, want normaal is het pas half februari, eind februari, begin maart dat ze gaan trekken. En dus nou is nog maar even afwachten wat ze nou gaan doen. We hebben al een salamandertje erover gezet die aan het lopen was. Maar eigenlijk hoeven we de schermen pas over een paar weken te zetten, want dan wordt het weer warmer. Maar met het wisselvallige weer van tegenwoordig is het voor het moeilijk om te bepalen van wanneer zet ik een scherm. Want ja, als die temperaturen zo door blijven gaan, ja, het wordt ieder jaar vroeger. Dus ik denk dat we op den duur geen winter meer hebben. Ja, dat zou toch wel heel vervelend zijn voor die beestjes.